We gaan op weg. Voor het mooie plaatje gaat de trom voorop. Dan de vier monniken. Om aandacht te vragen voor de kwetsbare positie van ons eiland. We worden zo langzamerhand compleet omsingeld door boren. Drie NAM-locaties en deze komt er dan bij. Met ongewisse aflopen. We weten niet wat het betekent voor de zeespiegel, voor de vissen, voor de vogels. Wij willen dit laatste kwetsbare stukje, onaangetaste stukje Nederland, willen we behouden. Er is heel veel gas gewonnen hier. We hebben heel veel last van gehad. De schadeafhandeling is nog lang niet op orde. De versterkingsoperatie is nog lang niet op orde. Er is onvoorstelbaar veel schade aangericht aan monumenten. Maar ook aan het geboomte om de monumenten. En wat hier gebeurt is belachelijk. Dat wat hier gebeurt is gewoon uit de tijd. We moeten niet meer nog meer fossiel hebben. We moeten minder fossiel hebben. Inzetten op zonne-energie. En windenergie, dat is de weg. En deze weg loopt dood op alle mogelijke manieren. Ja, ik denk dat het begrijpelijk is dat mensen zorgen hebben. Er gebeurt genoeg op het gebied van gaswinning aan ons om transparant en duidelijk te communiceren wat we van plan zijn. Hopelijk dat we daar mensen in ieder geval naar luisteren. Dat is ons doel. Als we dan meekrijgen wat de zorgen zijn, dan kunnen we die adresseren. Nogmaals, in combinatie met denk ik het belang van gas voor Nederland, of het belang van Nederlands gas voor Nederland, ja, hebben we denk ik de dialoog die we met z'n allen moeten hebben over waar we mee bezig zijn.